Goedemiddag. Omdat de speer een leidmotief is vandaag, je zal het nog wel merken, eerst het volgende gedicht. Ik was misschien een uurtje thuis, toen sloop ik weer naar buiten. Niet lang meer of de zon zou ondergaan. Ik liep de weg op naar het bos achter de treinbaan en de voetbalvelden met mijn zelfgemaakte speer, de punt en ijselijk gekrijs. Er zijn hond zijn losgebroken van een zeldzaam ras, gitzwart als een donderpreek, het schuim dat op zijn kaken stond. Blaffend om het donker voor te blijven, flitste ik mijn schaduw achterna tussen de stammen door, tot een massief gordijn werd weggerukt. Daar lag iets, half verstopt onder wat bladeren en zand. Ik hief mijn speer, deed een stap naar voren, bleef zo staan, alsof ik plotseling geen recht van spreken had. Mijn t-shirt plakte aan mijn bovenlijf. Het prisma van mijn huid was als een flakkerende droom. Even gaf ik licht. Toen werd ik uitgedoofd. En u hoorde net Alfred Schaffer. Nou, welkom dames en heren. Welkom op deze zondagmiddag. Welkom hier op de 19e editie van Writers Unlimited. Welkom op het Schrijversfeest. Mede namens de organisatoren Writers Unlimited en de Jan Kampert Stichting heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Francis Broekhuizen. En u keek net naar een bijzondere dwarsfluitist, Ronald Snijder. En naar de dichter Alfred Schaffer die een gedicht las uit zijn bundel Mens, Dier, Ding. En het is afgelopen week door het NRC als een meesterwerk gerecenseerd. U mag daarvoor applaudisseren voor beide heren Ronald Schaffer, Alfred Schaffer en Ronald Snijder. Goed, we zijn hier in het Woud der Letteren. U ziet het. Zoals Petra Stine dat zei, het bos wat niet vermalen is om op te schrijven. Wij gaan schrijvers huldigen vanmiddag. Maar we gaan ook kijken naar hoe het gaat met de Nederlandse literatuur. Wij hebben Elsbeth Etty voor uitgenodigd. Zij is even onderweg. Maar laten we eerst eens kijken hoe het gaat met de Nederlandse literatuur in het buitenland. En daarvoor nodig ik graag uit Tiziano Perez. Hij is adjunct-directeur van het Nederlands Letterenfonds. En hij gaat in gesprek met een Nederlandse schrijver die in het buitenland veel gelezen en uitgegeven wordt. Hij is schrijver van onder andere In Europa en De Eeuw van Mijn Vader. Ik vraag u een hartelijk applaus voor Tiziano Perez en Geert Mak. Ja, dames en heren, inderdaad, zodra ik de hoogtepunten of de hoogten die de Nederlandse literatuur bereikt in het binnenland, eerst doen we het buitenland, Geert. Dat de Nederlandse literatuur en de Nederlandse en Vlaamse schrijvers het in het buitenland goed doen, dat is bepaald geen recent fenomeen. Dat wordt ook niet bewezen door de recente successen van bijvoorbeeld Herman Koch met het diner in Amerika, veelvuldig in de pers geweest. Of door de prijzen die Gerbrand Bakker recentelijk in het buitenland heeft ontvangen. Dat is al jaren een feit. Geert weet daar alles van. Jouw eerste boek is volgens mij 17, 18 jaar geleden in het Duits, ja, in Duitse vertaling verschenen. Dat was een kleine geschiedenis van Amsterdam. Ja. Sindsdien, volgens mij, zeg ik uit het hoofd, nu zo'n 70 boekpublicaties in het buitenland verschenen. Waarvan in meer dan 20 talen. En met name in Europa was natuurlijk het grote succes waarmee je in het buitenland doorbrak. Zelfs in het Zuid-Koreaans. Zelfs in het Zuid-Koreaans. Het trofee van mijn boekenkast, kan ik wel zeggen. Precies. Naar aanleiding van jouw werk, Geert, is het aan ons de taak om de wereld rond te gaan en dat in 10 minuten. Dus misschien is het goed om de eerste vraag te stellen. En heeft dat succes van met name in Europa, dat toch ook een bijzonder boek is, jou verrast? Ja, zeer. Toen ik in Europa aan het schrijven was,
Toen, ik weet nog goed dat ik op een middag bij mijn uitgever kwam, Emiel Brugman. En die keek mij vriendelijk aan en zei: het gaat goed met je boek. Het wordt een prachtig boek. Maar je zit nu op bladzijde 600. En de Eerste Tweede Wereldoorlog is nog maar net begonnen. Dat boek wordt nooit vertaald, jongen. Dat kun je vergeten. Ik dacht, oké, nou dan maar voor een Nederlands publiek. En eigenlijk, toen ik was er, dit heb ik altijd nog. Ik schrijf toch eigenlijk voor mezelf en mijn vrienden. Dus nou, dan dacht ik, dan wordt het zo'n boek. Dus ik was verbluft toen het ten eerste in Nederland het heel goed deed. En toen het ook in Duitsland enorm aansloeg. En daarna in Frankrijk en Engeland. En het is een sneeuwbal die enorm ging rollen. En met name was ik erg verrast over dat ik het kanaal en de Atlantische Oceaan overstak. Want dat is echt... Ja, kijk, een boek is net als een kind, hoor. Dat groeit op en dat verlaat het huis. En dan denk je, tjonge, die doet het wel goed. Of die denkt, valt me wel tegen. Maar je kunt er verder ook niet zoveel meer mee aan doen. Ja, je gaat wat promotietoertjes, heb je. Maar voor de rest gaat zo'n boek, begint echt zijn eigen leven te leiden. En als je met een boek in de Angelsaksische wereld gepubliceerd kunt worden, waar ze heel kritisch zijn. En in Amerika, waar ze ronduit isolationistisch zijn wat hun boeken betreft. Want ze vinden eigenlijk alleen maar hun eigen boeken goed. En nou, dan doet zo'n kindje het van je goed, ja. Over Amerika komen ze dadelijk nog even te spreken. Maar zat die verrassing misschien ook in de reacties die je uit het buitenland kreeg op jouw werk, op het moment dat je ging toeren voor het boek, hebben die je nog... Ja, die reacties die zijn heel verschillend. Standaard bij in Europa was altijd... waarom schrijf je maar een halve bladzijde over de Cypriotische kwestie bij de Grieken? Of bij de Polen vonden mensen dat ik 3 hoofdstukken aan hun land had moeten wijden. Dus die dingen heb je. De Nooren, waar ik nauwelijks aandacht aan besteed, daar heb ik echt spijt van, waren heel beschaafd. Die hebben er niets over gezegd. Maar dus dat soort reacties heb je. En verder is het, ja, het is, ik moet zeggen, er is één interessant, er zijn heel veel verschillende reacties, ik ben meestal heel positief, bijna altijd, maar één ding vond ik heel interessant, dat namelijk bijvoorbeeld in een land als China, maar het gold ook voor bijvoorbeeld het voormalige Joegoslavië. Daar vonden ze de methode heel interessant. Had ik veel contact met historici. Want die zitten ermee, die komen uit een hele totalitaire geschiedschrijving. Een enorme top-down geschiedschrijving. Moeten opnieuw geschiedenis schrijven. En in Europa is gebaseerd op een hele Angelsaksische methode eigenlijk die toepas. Maar het is heel erg van ja, bottom-up, van de gewone mensen laten spreken. En dat zowel in een land als China, waar toch over de geschiedenis langzamerhand steeds meer discussie is, is dit de manier om allerlei polemieken als het ware te ontwijken. Of tenminste een menselijk gezicht te geven. Het boek is maar liefst 2 keer was dat het centrale onderwerp in de, ja, ik zou zeggen de Chinese versie van Zeeman met boeken. En om die reden. En hetzelfde gold voor bijvoorbeeld voor Bosnië en Kroatië, waar ze ook met vlak na zo'n oorlog, hoe moet je die ontzettend beladen geschiedenis aanpakken, die menselijke, van, ja, door de mensen zelf te laten vertellen, met ook alle tegenstrijdigheden en tegenstellingen, dat was voor hun een manier, hé, zo kun je het ook doen. En eerlijk gezegd, in Duitsland werkte het ook zo. Per ongeluk raakte ik, gaf het een, terwijl het gewoon mijn journalistieke methode is, maar dat was voor in die landen, voor historici ook heel interessant. En dat vond ik natuurlijk heel leuk. En als je het dan van breder bekijkt, dan zou je, heb je uit die reacties, ook, maar ook uit de motivatie waarom uitgevers je boek hebben willen uitgeven, een soort beeld gekregen van wat men nu zoekt in een bijvoorbeeld een Nederlands non-fictieboek? Of is dat een te brede vraag? Nou, dat is moeilijk. Die non-fictietraditie is bijvoorbeeld in de landen heel verschillend. In de Angelsaksische wereld zijn ze er helemaal aan gewend. En in Duitsland kijken ze er, moet zeggen, blij verrast tegenaan. En
Ik denk dat wij, in wat de geschiedschrijving betreft, denk ik dat er een voordeel is geweest dat ik een Nederlander was, dus een inwoner van een klein land, waar ik bovendien redelijk mijn Europese talen, tenminste Frans, Duits en Engels, kon lezen en een beetje kon spreken. Dan heb je een beetje een soort afstand. En dat maakte dat je niet als Duitser wat boek schrijft, en niet als Brit, en niet als Pool, en niet als Fransman. Dat liet het boek wat minder kantelen. Ik denk dat het Nederlandse aspect een rol gespeeld heeft. Maar voor de rest, nee, wat ik meer op een andere manier merk, is als je met uitgevers praat, dat ze ontzettend op een hele praktische manier ontvankelijk zijn steeds meer voor Nederlands literatuur. Ten eerste omdat ze het zijn gaan waarderen. En tegelijk, en ik bedoel, jij bent veel te beleefd om daarnaar te vragen, maar omdat dat Nederlandse Letterenfonds van jullie al 20 jaar, ja, het is op een ontzettende effectieve manier dit steunt. Elk Nederlands boek dat vertaald wordt, krijgt 70% subsidie. Dat betekent dat de uitgevers niet zoveel risico hoeven te nemen. En je merkt aan alle kanten dat de promotie van Nederlandse literatuur in het buitenland enorm gestimuleerd heeft en op een positieve manier. Omdat het geen dommige subsidie was, want die uitgever moest nog wel degelijk risico lopen. Alleen de zwaarste last werd enigszins van zijn schouders genomen. Het heeft ook de hele vertalerscircuit een enorme impuls gegeven. De kwaliteit van de vertalingen is, moet ik zeggen, tegenwoordig hartstikke goed. En ik bedoel, er wordt altijd over kunsten en geld. Als er één sector is geweest waar met weinig geld heel veel bereikt is, gewoon in export van Nederlandse cultuur, dan is het deze sector. Dankjewel. Ja, dat wil ik wel eens even zeggen. Ja. En dat alle buitenlandse auteurs die ik spreek zijn stinkende jaloers op ons. Dat we zoiets hebben. Ja. Nou ja, om andere dingen niet, maar hier wel. Ik denk dat we dat hebben kunnen doen, omdat we schrijvers zoals jij en andere grote schrijvers hebben, waarvoor het, nou ja, nee, dat is veel te beleefd. Zonder jullie zou er een fractie van die vertaling zijn gekomen. Laten we wel wezen. Goed. We doen het met plezier en met liefde. Heb je, kijk, want die ontmoeting in het buitenland, dat is natuurlijk ook een soort wisselwerking. Hè? Je spreekt met niet alleen met studenten in China en in Japan, maar ook met denkers, schrijvers. Jorge Semprún herinner ik me nog een ontmoeting, een publieke ontmoeting. Uitgevers, staatshoofden over jouw werk. Heeft dat nog iets betekend voor het grotere project in Europa? Want in Europa is het natuurlijk niet meer dan een boek geworden. Het is de site, het is de serie. Heeft dat je nog wat teruggebracht? Nou, het is iets voor een groot deel ijdelheid, hoor. En dus je zit daar en je denkt, lieve help, dat had mijn moeder mee moeten maken. En zo'n Semprún, die houdt dan een mooi verhaal over je boek. En verder zit je tijdens zo'n diner in opperste soort intellectuele verlegenheid naast elkaar. Dus soms is het heel erg leuk en inspirerend. En soms is het, ja, weet je ook niet zo goed wat je tegen elkaar moet zeggen. Over het algemeen heeft het, ja, bij met name het bij het Europa-boek heeft het heel sterk gespeeld. Dat ik heel veel heb, door het reizen en promoten van het boek door Europa, heb ik waanzinnig veel erbij geleerd over Europa. En die discussies zijn overal anders. Ik was nu net in Berlijn en dan merk je weer dat ze toch heel anders tegenover het Europese project staan dan bijvoorbeeld in België of in Londen of in Nederland. Naar mijn gevoel hebben ze in Berlijn nog altijd niet goed in de gaten hoe gevaarlijk de situatie eigenlijk is. En in Londen zijn ze weer veel te pessimistisch. En als je in Polen bent, hebben ze het alleen maar over Oekraïne. Dus het is, je leert veel. Amerika-boek. Is het interessant wat landen over zichzelf in Amerika projecteren. In de eeuw van mijn vader was met name de vertaling in Indonesië
Die bracht daar vreselijk veel discussie en een opgewonden zaal, maar tegelijk werd er als het ware, voelde je daar dat voor hun die kolonisatie echt geschiedenis is. Wij lopen daar, ze lachten hem ook uit de hele tijd over dat getop van ons Nederlanders erover. Zij waren al lang met andere dingen bezig. Alleen de jongste generatie was gewoon oprecht heel nieuwsgierig. Dit ding is ontzettend goed verkocht onder studenten, die eeuw van mijn vader. Want die wilden weten wat er eigenlijk al in die hoofden van die kolonisatoren omging. Bij Europa speelde ook heel erg, en dat is een thema wat ik overal tegenkwam. Als je over de oorlogen begint, die beginnen we nu te herdenken vanaf 1914. Hoe ongelooflijk traumatiserend dat gewerkt heeft. Of je nou praat met de slachtoffers van de vervolgingen. Of je praat met families waarvan de vader Stalingrad net had overleefd. Meer dan ooit besefte ik hoe een hele generatie, mijn generatie, maar ook de generaties daarna, en natuurlijk ook de oorlogsgeneraties, zwaar gewond uit die oorlog is gekomen. En dat werkelijk Europa bezaaid is geweest en nog is met zwaar getraumatiseerde families. En dat loopt echt van Spanje en Portugal tot en met Rusland toe. En ik denk dat veel meer onze politiek en ons doen en laten heeft bepaald dan we ons realiseren. Dat was voor mij echt een ontdekking in al die debatten in Duitsland. Ik weet nog dat één mevrouw vertelde opeens het verhaal van haar grootvader, die een Franse soldaat met een in een loopgraaf, in Duitsland was dat, met een bajonet had doorstoken. Eén van beiden moest dood. Het ging er in als koek. En hij zei, die man heeft verder, is die altijd bij mijn grootvader geweest. Toen hij zijn eerste kind kreeg, of toen hij trouwde, toen hij zijn eerste kind kreeg, toen hij met pensioen ging. En ze vertelde, bij zijn sterfbed stond die Fransman, waarvan hij door een zakboekje ook nog de naam wist, nog altijd bij hem. Dat zijn intense Europese trauma's. En dat heb ik ontzettend, zeker in de eerste jaren dat ik veel bijeenkomsten had daarover, heb ik gevoeld. Ja, dat was een diep Europees gevoel wat ik tegenkwam, wat ik me niet realiseerde. Geert, als laatste vraag misschien. Toch nog even die jump over the pond. Herman Koch schreef onlangs in het NRC dat succes in Amerika toch anders is dan succes in Europa voor een auteur. Dat Amerika voor hem het topland voor boeken is. En dat het daarmee voor hem ook een stuk echter werd. Is dat voor jou ook zo? Je hebt de fascinatie voor het land. Je hebt zoveel gereisd. Ja, het is natuurlijk, als het lukt, ik moet eerlijk zeggen, wat is er? Amsterdam en Europa zijn allebei in Amerika ook uitgebracht. Wat zijn er van verkocht? 2000, ik weet niet eens, 2200. Ik ben mezelf één of twee keer in een boekwinkel ergens achter in Kansas tegengekomen. Dat voel je goed. En ik snap heel goed wat Herman Koch bedoelt. Dat is natuurlijk ontzettend spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen, voor mij vind ik gewoon die breedheid van vertalingen vind ik leuker. Ik vind het heel erg leuk dat dit boek bijvoorbeeld in China is uitgebracht. Of verdien ik er vermoedelijk 3 potten jam mee, omdat dat gelijk de illegaliteit ingaat. Want in China worden bijna alle boeken gelijk, komen op allerlei. Maar dat het ergens op rare dorpsmarktjes te koop is daar, dat vind ik fascinerend. En dat je aangesproken wordt in Kroatië op dit boek. En dus dat, ik moet zeggen, in de breedte gelezen worden, dat is de grootste droom die je als auteur kunt hebben. En dat in Amerika misschien ooit een stukje vuurwerk voor je wordt afgestoken, dat is een soort kers op de taart. Maar dan stappen we nu toch weer terug naar Nederland. En dan ga ik je bedanken voor het gesprek. Met veel genoegen. Dankjewel. Tiziano Perez en Geert Mak. Wij weten nu dus hoe het is met de literatuur in het buitenland. En deze middag, dat moet nog even gezegd worden, is niet alleen georganiseerd door Rights Unlimited en de Jan Kampert Stichting, maar natuurlijk ook door het Nederlands Letterenfonds. En daar mag hard voor geapplaudisseerd worden. Dankjewel, Tiziano. Ik geef nu graag deze picknickplaats, deze plek om na te denken binnen het Wouter Letterenvrij aan iemand die in Nederland bekend staat om haar scherpe analyses. Zij behoort tot de absolute top van een literaire kritiek. Zij is NRC-recensent,
biografen van onder andere Henriette Roland Holst en zelf ook schrijfster, dames en heren, Elsbeth Etty. Nou, goedemiddag. Wat was de belangrijkste literaire gebeurtenis van het jaar 2013 in het Nederlandse taalgebied? Als er een prijsvraag was uitgeschreven om deze vraag te beantwoorden, zou ik gekozen hebben voor de definitieve bijzetting van de grote drie. Zij hebben in 2013 hun plaats gekregen in de literatuurgeschiedenis, of die plaats is tenminste afgepaald. Ik doel uiteraard op het genre van de literaire biografie. Reve en Hermans zijn keurig gekist in monumentale boeken. En voor de schrijn van Harry Mulisch heeft zich een degelijke timmerman gemeld in de persoon van Robert Ammerlaan. Als uitgever heeft Ammerlaan er misschien niet zo lang over gedaan als de grote drie om plaats te maken voor opvolgers, maar erg veel haast maakte die ook niet. Zijn afscheid van de Bezig Bij afgelopen september markeert hoe dan ook het einde van een tijdperk. En of dat tot de hoogte of dieptepunten van 2013 behoort, zal de geschiedenis uitwijzen. Hoe dan ook, de grote drie zijn dood en al begraven, zoals Marcellus Eemans het precies 100 jaar geleden in de eerste zin van een nagelaten bekentenis formuleerde. Maar wat heb ik hun lijfelijke aanwezigheid het afgelopen jaar soms gemist. Want wat een vertoning zou het niet geweest zijn als in plaats van Adriaan van Dis, Hermans of Reve de tv-commentaren hadden mogen leveren bij het afscheid van Nelson Mandela. Toen de hele natie, inclusief VVD en CDA-politici, dagenlang stond te snotteren bij de nagedachtenis... van deze in hun ogen voormalige terrorist, dacht ik, was maar net zo eerlijk als Reve. Die kwam er tenminste rond voor uit hoezeer hij het apartheidsregime waardeerde. En ik dacht terug aan Hermans, die nog in 1983 de oproep van de Verenigde Naties en van de gevangenzittende Mandela om de culturele boycott van Zuid-Afrika voor te zetten doorbrak en zich ongegeneerd liet ontvangen door vertegenwoordigers van het apartheidsbewind. Hermans zou vast niet hebben meegedaan aan de bewieroking van Mandela. Hij zou alle hypocrieten die net als hij zelf geen vinger uitstaken voor Mandela toen het echt nodig was, hebben weggehoond. Ook Mulisch heb ik nodig gemist. Niet zozeer tijdens de heiligverklaring van Mandela, dan had ik natuurlijk graag zijn gezicht gezien bij de handreiking van Obama aan de broer van Fidel Castro. Maar nee, ik heb Mulisch gemist. Omdat zijn kritische geluid ontbrak tijdens de oranje jol rond de troonsbestijging van koning Willem-Alexander. Niet dat ik met terugwerkende kracht de rookbom bij het huwelijk van Beatrix en Klaus in 1966 wil verdedigen, maar de kritische houding van Mulisch jegens God, Vaderland en Oranje leverde toch wel iets grotere literatuur op dan de dag die je wist dat zou komen. Vergelijk dat slijmerige koningslied maar eens met Mulisch bericht aan de rattenkoning. En dat zegt wel iets over het klimaat waarin schrijvers vandaag de dag moeten ademen. Ook de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 leidde tot een rijkere literaire oogst dan die van haar sportieve opvolger. Die laat zich binnenkort door homo- en mensenrechtenhater Poetin vetteren. En ook dat zegt iets over het huidige maatschappelijke en culturele klimaat. Niet dat ik terugverlang naar de krakersrellen van 1980 onder de leus geen woning, geen kroning. Maar dat klimaat leverde wel iets beter op dan meedijnen op de golven van het populisme. Vergelijk de slag om de Blauwe Brug van AFT van der Heijden maar eens met Gijp. Een boek over een of andere homo-hatende oud-voetballer dat de NS Publieksprijs 2013 won. Over literaire dieptepunten gesproken. Gelukkig heeft de troonswisseling van 2013 op literair gebied ook hoogtepunten opgeleverd. En dan heb ik het natuurlijk over de magnifieke biografieën van Willem I, II en III. En dat uitgerekend Multatuli-biograaf Dick van der Meulen subsidie heeft gekregen voor zijn voortreffelijke biografie van koning Gorilla, aan wie Max Havelaar is opgedragen, dat doet mijn republikeinse hart goed.
Maar ik was nog niet helemaal klaar met het afwegen van de voor- en nadelen van de onherroepelijke bijzetting van de grote drie. Hoe prettig hun definitieve dood ook is voor alle schrijvers die zo lang in hun schaduw moesten staan, het niveau van het publieke debat is er sinds hun verscheiden bepaald niet hoger op geworden. Neem de opheffing van het verbod op smalende godslastering eind 2013. Die historische gebeurtenis hebben we mede te danken aan Hermans en Reven. Zij zijn in de jaren 50 en 60 wegens hun boeken voor de rechter gesleept en hebben dankzij hun principiële verdediging van de vrijheid van meningsuiting voor de broodnodige jurisprudentie gezorgd. Maar toen begin december 2013 de Eerste Kamer, bijna een halve eeuw na het ezelproces tegen Reven, dan eindelijk stemde voor het schrappen van het verbod op godslastering, heb ik alleen Hafid Bouazza victorie horen kraaien. Literair en columnistisch Nederland had het te druk met de Zwarte Piet-discussie en de rechtszaak van Peter Koelewijn tegen AFTH van der Heijden. Die ging niet over godslastering, maar over abortus, wat ook niet mag van de SGP, maar godzijdank al jaren niet meer strafbaar is. Wist u trouwens dat Peter Koelewijn ooit zelf is aangeklaagd wegens een fout liedje? Dit ontleen ik aan Wikipedia, ik zeg het er maar even bij, want voor je het weet word je beschuldigd van plagiaat. Volgens Wikipedia dus is in 1967 een plaat met een door Koelewijn geschreven lied over Anne Frank uit de handel genomen na protesten van onder andere rabbijn Soetendorp. Kennelijk beschikte de rabbijn over iets meer overtuigingskracht dan Leon de Winter, die, ook alweer zo'n dieptepunt van 2013, Sylvia Witteman beschuldigde van smalende Anne Frank-lastering. Nee, de literaire relletjes zijn er sinds het tijdperk van de grote drie niet interessanter om geworden. Dus eigenlijk weet ik nog steeds niet of hun definitieve bijzetting als hoogte- of dieptepunt moet worden aangemerkt. Het plotselinge overlijden van Thomas Blondeau was onbetwistbaar het diepste dieptepunt van het afgelopen jaar. Minder onverwacht, maar daarom niet minder verdrietig, was het afscheid van Rasja Peper, Hermine de Graaf, Gerrit Krol, Jacques Vogelaar en op de valreep Herman Pieter de Boer. Maar ik wil niet eindigen in mineur. Liever besluit ik met de hoogtepunten van 2013 en een voorzichtige vooruitblik op 2014. Een feestelijk hoogtepunt van het afgelopen jaar was de uitreiking van de PC Hoofdprijs aan Adrie van der Heijden. En nu Arnon Grunberg nog. Want al die tijd dat alles en iedereen werd afgemeten aan de prestaties van de grote drie, waren we bijna vergeten dat er al heel lang twee hele groten zijn opgestaan. Grunberg verdient het om de jongste PC Hoofdprijswinnaar ooit te worden. Alhoewel, dat kan eigenlijk al niet meer, want als hij hem over 2 jaar krijgt, wanneer de literaire fictie weer aan de beurt komt, is hij al 44. Terwijl Lutje Bert 43 was toen hij de PC Hoofdprijs kreeg. Nou ja, laat Grunberg dan in elk geval de jongste romanschrijver worden aan wie de PC Hoofdprijs wordt toegekend. Van zijn generatie is Grunberg, om met Duperon te spreken, de grote ene. Grunberg is niet alleen veelzijdiger dan Hermans, Reven en Moelis bij elkaar. Hij is bovendien succesvoller en productiever dan zij toen ze zijn leeftijd hadden. Tot de literaire hoogtepunten van 2013 reken ik zonder meer Grunbergs verhalenbundel Apocalypse. Al moet ik daarbij aantekenen dat dit boek een duidelijk staaltje van zelfplagiaat is. Op het titelverhaal na blijkt hij alles al eerder te hebben gepubliceerd en sommige verhalen zelfs in meerdere tijdschriften tegelijk. Maar één zinnetje in zijn verantwoording redt hem, vooralsnog. Dat zinnetje luidt: alle reeds verschenen verhalen werden door de auteur herzien. Laat dit een tip zijn voor getergde wetenschappers die van de plagiaatpolitie niet meer naar hun eigen publicaties mogen verwijzen. Verander hier en daar een kleinigheid en vermeld vervolgens dat u al uw eerder gebruikte teksten hebt herzien.
Dan kunnen de speurneuzen, die jaloers zijn op uw productiviteit, voortaan op zoek gaan naar de punten en de komma's die u hebt verplaatst om aan de beschuldiging van zelfplagiaat te ontkomen. Nou, tot zover de feestvreugde over de successen van onze twee hele grote. Want 2013 leverde ook erkenning op voor andere literaire helden. De Gouden Uil voor Oek de Jong en de Libris Literatuurprijs voor Tommy Wieringa. Maar, wat mij het meest van alles heeft verrast afgelopen jaar, waren de nominaties voor de BNG Literatuurprijs. Bedoeld voor auteurs van onder de 40 die minimaal 2 boeken hebben gepubliceerd. Die genomineerden zijn Saskia de Koster, Jamal Ouratchi, Wietske Versteeg, Joost de Vries en Robert Weilagen. Dat zijn alle 5 topauteurs die met z'n allen zo de shortlist van de ACO of Libris prijs kunnen vullen. De moraal van dit verhaal is dat voor de grote 3 zo langzamerhand een gouden elftal in de plaats is gekomen. Compleet met reserves en een bloeiende jeugddivisie. Of we daarmee in 2014 wereldkampioen gaan worden, betwijfel ik. Alhoewel, je weet het maar nooit. Cees Notenboom kan tenslotte nog altijd de Nobelprijs krijgen. Intussen kunnen wij ons verheugen in prestigieuze nationale prijzen. Zoals die van de Jan Kampert Stichting voor Oek de Jong, Misha Hamel, Jan-Paul Schutte en Tom Lanois. Dames en heren, geachte toehoorders, nu we over zoveel literaire kwaliteit beschikken, moeten uitgevers en boekhandelaren eens ophouden met zeuren over crisis in het boekenvak en al hun energie gaan steken in het opstoten in de vaart der volkeren van al dit prachtige literaire talent. Ik dank u wel. Dank u wel, Elsbeth Etty, voor je prikkelende jaaroverzicht en betoog over de stand van zaken van de literatuur in Nederland. Het is tijd voor muziek. Hier in het Woud der Letteren, we gaan luisteren naar, om met Bloem te spreken, een onsterfelijke nachtegaal. Hij is een zanger die bekend is van de dijk. In 2013 ging hij solo. Hij ging met zijn gitaar het land in en kwam met het album Simpel Verlangen. U hoort hem al. Hij schreef eigen gedichten en nummers gebaseerd op poëtische teksten van onder andere Gerrit Komrij en Bob Dylan. Een warm applaus voor Huub van der Lubbe. Dank u wel. Dank u wel. Dit is, er was gevraagd om vooral poëtisch werk te brengen vanmiddag. Het is een lied wat Gerrit Komrij en ik samen maakten. De tekst is van Gerrit. Ik zie je in de verte staan. Je hebt je mooiste kleren aan. Dat zie ik goed. Je zweeft me langzaam tegemoet. Een pop van glas, een zomergloed. Die groeit. Zo kom je uit de verte aan. Als in een voorgeschreven baan. Recht op me af. Volgt gestaag en recht door zee, de kortste lijn van A naar B. Ik ben de B, ik ben de pol van een magneet. Je vult mijn blikveld en ik weet, zo moet het zijn. Je hebt je kleren uitgedaan. Nog even en ik raak je aan. Je bent dichtbij. Al wat me tegen zit, lost op. Die helse kluwen
in mijn kop, de gore troep. De as, de tranen op de stoep, de schaamte en het boegeroep. Verleden tijd, nog even en je bent van mij. Er komt één lijf voor allebei. Maar ijskoud stap je door me heen. Ik voel een bries van top tot teen. Een huivering. Al eeuwen sta je achter mij. Van rug tot rug, het is voorbij. En nooit voorbij. Nooit voorbij. Nooit voorbij. Nooit voorbij. Nooit voorbij. Gerrit Komrij. Dank u wel. Het volgende liedje is van een andere dichter, van William Shakespeare. Zijn 130ste sonnet, maar dat zal u herkennen. En de muziek is gemaakt door de dijkpianist Pim Kops. Ogen zijn niet als de sterren, zijn verre van de maan, laat staan de zon. Haar wangen blozen, maar gewoon als wangen, niet als rozen of als rode rhododendron. Wie dat anders ziet, moet beter kijken. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Haar haar zal ik niet gauw als gouddraad roemen. Haar lippen zijn niet rood zoals koraal. Haar huidje hoor je mij niet sneeuwwit noemen. En goddelijk loopt ze niet, ze loopt normaal. Haar hoef je niet met beeldspraak te verrijken. Zij heeft zichzelf, zichzelf om mee te prijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Haar adem heeft me nooit parfum geleken, hoe zij mij ook wanneer ze zucht vervoert. Hoe heerlijk ik het ook vind haar te horen spreken, er is muziek die mij meer ontroert. Als ik me vergis zal dat wel blijken. Mijn lief is mooi, en ik mag blijven kijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Mijn lief is mooi, mijn lief is mooi. Mijn lief is mooi, met niets te vergelijken. Dank u wel. Huub van der Lubbe, dames en heren. En hij komt straks weer terug met nog meer fraais. Goed, we hebben daar straks geluisterd naar Elsbeth Etty. En zij schetst een panorama van de stand van zaken van de Nederlandse literatuur. En nu gaan wij aandacht besteden. En ik kijk even
naar mijn andere kant. Aan schrijvers, en dit is een feestelijk moment, het is niet voor niets het schrijversfeest. Want wij gaan een viertal auteurs, nou ja, in het spotlicht zetten. Zij zijn uitverkoren als hoogtepunt sterren aan het literair firmament van het afgelopen jaar. En zij krijgen vandaag op het schrijversfeest belangrijke prijzen. En die prijzen zijn van de Jan Kampert Stichting. Deze jaarlijkse prijzen, die jaarlijks prijzen toekent aan beste roman, beste kinderboek, de beste dichtbundel en het beste oeuvre van het jaar 2013. En voor deze bijzondere uitreiking geef ik graag het woord aan de voorzitter van de Jan Kampert Stichting. Een warm applaus voor Aad Meinderts. Dames en heren, de Jan Kampert Stichting heeft voor de uitreiking van haar literaire prijzen sinds 1947, dus gedurende zo'n 70 jaar, door de stad Den Haag gezworven. Het oude stadhuis aan de Javastraat, Sociëteit de Witte, Pulgri, de Koninklijke Schouwburg, het Letterkundig Museum, om slechts enkele locaties te noemen, waar in het verleden de Kampertprijzen werden uitgereikt. En vandaag legt de Jan Kampert Stichting haar literaire koekoeksei in het nest dat Theater aan het Spui heet. Een warm nest, een bosrijk nest. Locaties wijzigden, laureaten waren telkens andere. Vandaag, en ik feliciteer ze vanaf deze plek van harte, Michel Hamel, Jan-Paul Schutten, Oek de Jong en Tom Lanois. Maar de prijzen bleven dezelfde. Ik vind het een groot goed dat er nog steeds een gemeente in Nederland is met literaire prijzen van nationaal belang. En dat het juist Den Haag is, mijn stad, die deze prijzen uitreikt, stemt mij tevreden. En omdat het zondag is, vooruit maar, vervult mij ook met trots. Elsbeth Etty noemde eerder deze middag enkele schrijvers die ons in 2013 ontvielen. Hieronder bevonden zich drie auteurs die door de Jan Kampert Stichting bekroond werden. Hermine de Graaf met de F. Bordewijkprijs 1988 voor de regels van het huis. Gerrit Krol en Jacques Vogelaar, die beide onderscheiden werden met de Constantijn Huygensprijs, respectievelijk 1986 en 2006. Bij wijze van hommage laat ik nu Krol aan het woord met een kort gedicht. Roodborstje. Een roodborstje dat tegen het raam tikt. Niet tegen het raam, maar tegen het ei waarin het zit en het ei breekt in tweeën. Niet het ei, maar het ijs dat scheurt van Groenland naar beneden. Een zwarte zee waarin witte vlakten drijven. Geen vlakten, maar bergen. Geen ijs, maar graniet. Nodig voor het roodborstje om zijn snaveltje te scherpen. Zijn snaveltje sterker dan het ei. Sterker dan Groenland. Gerrit Krol. Ik zal u niet vermoeien met de statuten van de Jan Kampert Stichting, maar breng slechts naar voren dat in artikel 1 het volgende is vastgelegd. De stichting draagt de naam Jan Kampert Stichting ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlandse letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetter. Dit artikel heeft in de bekroningen nooit een rol gespeeld, behalve wellicht in het eerste jaar van het bestaan. Bovendien was de laatste openlijk geëngageerde bekroning van de Kampert Stichting die van Breitenbach, die eind 1982, na zijn onverwachte vrijlating uit de Zuid-Afrikaanse gevangenis, terugkeerde naar Parijs. Hij kwam naar Den Haag om er op 20 januari 1983 die bijzondere prijs in ontvangst te nemen, nu al meer dan 30 jaar geleden. Impliciet is er echter, zoals Janet Luijs het ooit formuleerde, door de jaren heen als een mooie ondergrondse constante een bewondering gebleven voor schrijvers die artistiek iets onverzettelijks over zich hebben en die trouw zijn gebleven aan hun eigen uitgangspunten. De bekroning dit jaar van Tom Lanois met de Constantijn Huygensprijs is de erkenning van zijn grote literaire talent. Maar diens politiek-maatschappelijk optreden en de wijze waarop Lanois het stadsdichterschap van Antwerpen vorm heeft gegeven, sluit naadloos aan bij de genoemde bewondering voor schrijvers die iets onverzettelijks hebben. De jury die dit jaar de prijzen toekende bestond uit Ira van Dijk, Arjen Fortuyn, Aukje Holtrop, Ena Janssen, Annemie Leijsen, Jan de Roder en Karel de Strijker onder mijn voorzitterschap. Aukje Holtrop en Ena Janssen
verlaten helaas het bestuur en dus de jury. Maar we zijn ook in 2014 op volle oorlogsterkte, dankzij Joukje Akveld, Erika van Boven en Maria Vlaar, die het bestuur en jury komen versterken. Naast de toekenning van de literaire prijzen organiseert de Jan Kampert Stichting jaarlijks een symposium. Het laatste had de twee lichte letterheren Godfried Bomans en Simon Carmichelt tot onderwerp. Beide in 2013, 100 jaar geleden in Den Haag geboren. In het jaarboek van de Jan Kampert Stichting, waarvan u allemaal een exemplaar meekrijgt, kunt u lezen wat u gemist heeft. U vindt in het jaarboek ook de juryrapporten, essays over de laureaten en het dankwoord van Tom Lanois. Ik stel het bijzonder op prijs dat de wethouder van cultuur Marjolein de Jong opnieuw bereid is gebleken de prijzen uit te reiken. Mevrouw de Jong, mag ik u verzoeken daartoe op het podium te komen? Ja. Dames en heren, van harte welkom bij deze feestelijke uitreiking van de Jan Kampert prijzen. En ik mag hier vandaag de Haagse prijzen voor de literatuur uitreiken aan vier bijzondere schrijvers. Graag wil ik natuurlijk de Jan Kampert Stichting en de jury bedanken voor al haar inzet en wijsheid bij het selecteren van de vier laureaten van vandaag. Want de jury, dames en heren, doet al dat werk onbezoldigd vanuit hun betrokkenheid bij de letteren. En dat is meer dan een applaus waard. Mijn hartelijke dank hiervoor. De Jan Kampert Stichting zet zich met veel energie en overtuiging in voor de bevordering van de Nederlandse letterkunde, waarvan de uitreiking van de Jan Kampert prijzen natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is. De Jan Kampert Stichting is vlak na de Tweede Wereldoorlog door de Haagse gemeenteraad in het leven geroepen. De stichting werd opgericht ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlandse letterkundigen, zoals de verzetsdichter Jan Kampert, tegen de bezetting. Den Haag is een stad van vrede en recht. Niet voor niets zijn er 160 internationale organisaties in onze stad gehuisvest die zich dagelijks inzetten voor een veilige wereld. En het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Want vrede en veiligheid is helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Den Haag is er dan ook trots op dat wij de eerste shelter city van de wereld zijn, waar we iedere 3 maanden weer een nieuwe mensenrechtactivist in de gelegenheid stellen om hier even op adem te komen en tegelijkertijd vele bijeenkomsten bij te wonen waarbij ze hun verhaal kunnen vertellen. Den Haag is ook de stad van woorden, in de zin van gesproken en geschreven woorden, de letterkunde. Woorden die ons helpen herinneren, die het mogelijk maken om ons in te leven in anderen en de dialoog aan te gaan. Ons aanzetten tot kritisch nadenken en woorden die ons ontroeren en inspireren. Den Haag heeft al heel lang een rijk literair klimaat. Sinds donderdag kunt u inderdaad allemaal genieten van Writers Unlimited. En het schrijversfeest vandaag vormt eigenlijk een feestelijke afsluiting van dit vierdaags festival met schrijvers uit Nederland en het buitenland. Dames en heren, voordat ik naar de laureaten ga, wil ik nog iets kwijt over het belang dat wij in deze stad hechten aan cultuureducatie. Den Haag heeft cultuureducatie tot prioriteit gemaakt. Cultuureducatie op z'n Haags noemen we dat. Officieel heet het de Deltaplan Cultuureducatie, waarbij alle kinderen in Den Haag van 4 tot 14... op een zinvolle en doorlopende manier met cultuur in aanraking komen. In Nederland, een voor Nederland unieke aanpak. Dat is natuurlijk gelukt omdat zowel de wethouder onderwijs als ik als wethouder cultuur heel innig kunnen samenwerken. En natuurlijk helpt het dan dat je van dezelfde politieke partij bent. Uiteindelijk betekent dat dat we de kunsten als een soort vast onderdeel hebben gemaakt binnen het onderwijs. Alle kinderen dus in Den Haag die op school zitten, komen met kunst en cultuur in aanraking. En uiteindelijk, dames en heren, is kunst of cultuur de allerbeste manier om met nieuwe culturen in aanraking te komen. En wat is dan beter in onze stad zonder muren met 140 nationaliteiten?
Er is ook een speciale doorgaande leerlijn letterkunde ontwikkeld door de culturele instelling in Den Haag in samenwerking met het onderwijs. Hieraan werken onder andere mee het Kinderboekenmuseum, onderdeel van het Letterkundig Museum, het Literair Jeugdfestival Boekkids en het Huis van Gedichten. De literaire werken, dames en heren, die vandaag worden beloond, zijn er voor nu, maar natuurlijk ook voor de toekomst. En ik hoop dat ook vele jonge Hagenaars hiervan gaan genieten. En daarom vind ik het ook bijzonder dat ik zo meteen de Nienke van Hichtenprijs voor jeugdliteratuur mag uitreiken. Dames en heren, genoeg gesproken. Het is de hoogste tijd voor het officiële gedeelte van deze middag, de uitreiking van de Jan Kampertprijzen 2014. Het is aan mij de eer om vanmiddag maar liefst 4 prijzen uit te reiken aan 4 heel bijzondere schrijvers. Om te beginnen de winnaar van de beste dichtbundel van het jaar 2013. Als eerste de Jan Kampertprijs voor Micha Hamel, waarbij ik u graag uitnodig op het podium te komen. En ondertussen wil ik u een klein citaat voorlezen uit het juryrapport. Bewegend doel is een rijke bundel die getuigt van een aanstekelijke lyrische gedrevenheid die gegarandeerd leesplezier oplevert. Heel hartelijk gefeliciteerd. Het klopt, hè? Ja, alles klopt. Ja. Fantastisch, bedankt. Gefeliciteerd, Micha. Je mag kort reageren als je dat wil. Nou, We gaan eerst even een foto. Ja. Natuurlijk hoort daar een fotomoment bij. Dat, Micha, je mag reageren. Nou, ontzettend bedankt. Het was het. Twee handen, heel goed. Deze zijn voor mijn vrouw Claudia, die altijd mijn dichterschappen moeten doorstaan. Ik dank natuurlijk Tilly Hermans, mijn uitgeefster. Ik dank Michelle, die altijd naar mijn gedichten kijkt om te kijken of er nog een woordje scheef staat of ik iets zeg wat ik niet bedoel. En als dat dan zo is, dan laten we het ook wel eens staan. Even kijken. En achter in de bundel staan nog 2 mensen, Pluis en Ermo. Dat zijn vrienden van mij en die steunen mij door van alles. Dus die bedank ik ook bij deze. Dames en heren, Jan Kampertprijs voor Micha Hamel. Je mag terug, ja, zeker. Mevrouw de wethouder, aan u het woord. Ja, dan gaan wij verder. De volgende laureaat die ik naar het podium zou willen uitnodigen is Jan-Paul Schutte. Want de 2-jaarlijkse Nienke van Hichtenprijs 2013 voor jeugdliteratuur gaat naar Jan-Paul Schutte voor het raadsel van alles wat leeft. Ik heb een heel klein citaat. Ja, komt u alstublieft naar boven. Op het gras. Alles wat je wilde weten over de evolutie zonder dat je wist dat je het wilde weten, of je nu een tiener bent of een gevorderde in het leven, dat is de ervaring die je hebt bij het lezen van Schuttens boek. Van harte gefeliciteerd. En ook aan jou, Jan-Paul. Je mag reageren als je dat wil. Ik wil natuurlijk de jury bedanken en de Jan Kampert Stichting. Maar vooral, kijk hoe mooi het eruit ziet. Floor Rieder, die heeft dit allemaal getekend. Tobias David heeft het vormgegeven. Het is net niet het mooiste boekomslag van. Het is nummer 2 geworden. Maar dat geeft al iets aan. En dat is allemaal mogelijk geweest omdat Godmar, de uitgever, op alles ja heeft gezegd. Ja op een linnen rug, ja op goud op snee, ja op. Als er een propeller op had gemoeten, hadden ze ook nog ja gezegd. En dan had Floor er een hele mooie propeller van gemaakt. Dus heel erg dank aan de vormgevers en aan Godmar.
Dames en heren, prijswinnaar Nienke van Ichtenprijs 2013, Jan-Paul Schutte. Mevrouw de wethouder, aan u het woord. Dank u wel. De volgende laureaat die ik naar voren zou willen vragen is Oek de Jong. Want, dames en heren, de Bordewijkprijs 2013 gaat naar Oek de Jong voor zijn roman Pier en Oceaan. En ik wou een heel klein citaat uit het juryrapport voorlezen. Pier en Oceaan is de roman op zijn best. Met zijn sensitieve proza graaft de Jong zo diep in het gevoelsleven van zijn personages en beschrijft hij zo zintuigelijk de wereld waarin ze zich bewegen dat het verschil tussen lezen en leven niet groot meer is. Van harte gefeliciteerd. U mag reageren, meneer de Jong. Ja, voor mij natuurlijk ook een rij bedankjes. Het is mijn tweede Bordewijkprijs. Ik ben daar ontzettend blij mee. 1980 voor opwaaiende zomerjurken in het oude stadhuis aan de Javastraat. Tevens mijn kennismaking met Andreas Bernier. Belangrijk moment in mijn leven geweest. Nu een tweede, dus ik wil allereerst de jury van de Jan Kampert Stichting heel hartelijk bedanken voor deze toekenning. Rondom een boek staan natuurlijk allerlei mensen. Ik dank Jan, mijn geliefde. Micha zei dat zijn vrouw zijn schrijverschap, zijn dichterschap verdraagt. Jan verdraagt mijn schrijverschap al 22 jaar. Dank je. Mijn uitgever en redacteur Tilly. Tilly, jij ook dank. De samenwerking en het werken aan dit boek. We hebben er jaren eigenlijk over gesproken. Is voor mij een heel bijzondere herinnering geworden. Vooral de laatste zomer. En vooral de laatste nacht. Ik zal me nooit vergeten dat het boek moest ter zetting. En we hebben tot 's nachts 1:30 gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Tilly had toen een werkdag van 22 uur erop zitten. Was 's ochtends om 6 uur of zo begonnen. Ook de mensen van de uitgeverij. Tessa van der Waals voor het prachtige omslag. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Maar dit was het rijtje. Prijswinnaar F. Bordewijk 2013. Oek de Jong, dames en heren. Een warm applaus. Van harte. En aan mevrouw de wethouder de nobele taak om last but not least de volgende prijswinnaar aan te kondigen. Zeker. Tot slot de laatste, maar zeker niet de minste laureaat van vanmiddag, Tom Lanois. Dames en heren, de Constantijn Huygensprijs 2013 gaat naar Tom Lanois voor zijn volledige oeuvre. Ik wou een klein citaat voorlezen. Ja, komt u alstublieft naar boven, heel uit het juryrapport. Al 30 jaar wordt het werk van Tom Lanois bevolkt door mensen die hun stem laten horen. Het woord nemen en hun verhaal doen. Dat ze daarbij van pijnlijke eerlijkheid kunnen omslaan in de meest doorzichtige pogingen tot bedrog, zelfbedrog niet in de laatste plaats, maakt ze voor Lanois alleen maar interessanter. Tom Lanois heeft de Nederlandstalige literatuur een adembenemend oeuvre opgeleverd, waarin de taal kolkt en stroomt en de wereld geen moment rust wordt gegund. Van harte gefeliciteerd. Nou, meneer Lanois, we gaan u straks nog uitgebreid horen, maar ook een korte reactie als u wilt. Ik wou de jury feliciteren voor de uitreiking van de prijzen aan mijn gewaardeerde collega's. En ik wou danken
voor de oeuvreprijs natuurlijk. Er zitten heel veel mensen in de zaal die ik ook moet bedanken. Natuurlijk de mensen van de uitgeverij, Ronit en Katrijn en Maai. Redactrice Annie, een goede vriendin, mijn familie die tot hier is gekomen. Ik hoop dat Gert Doreman ook de weg heeft gevonden. Gert is de ontwerper van al die schitterende boeken die u ziet. Van al die titels. Van al die belettering met wie ik nou samenwerk. Mijn familie, ik hoop dat mijn nichtje Eve niet door haar mijn achternichtje gedwongen is om naar buiten te gaan. Elodie, die is erbij. En natuurlijk is René, mijn man, mijn licht, mijn leven, toch nog komen aanvliegen vanuit Kaapstad gisteren. En deze bloemen zijn voor hem. Gefeliciteerd. Tom Lanois, dames en heren. En ik vraag ook de andere schrijvers op het podium met hun oorkonden voor het fotomoment. Ik zal uw bloemen even aannemen, dan kunt u blijven, meneer Lanois. Zo, dan zet ik deze even hier neer. Het is toch een bos. Dus ja, Jan-Paul Schutte, Oek de Jong, Micha Hamel, Aad Meinders. We gaan even een prachtige foto maken. Het is altijd een bijzonder moment. Iedereen weet het al van elkaar, hoor ik. Nou, de fotografen... Even kijken, Aad Meinert ook erbij. Goed naar voren, ja. Alle boeken zijn er. Het is wel zo mooi, toch? Ja, we weten ook wie je bent. Iedereen staat er goed op, voor de fotografen ook. Er mag geapplaudisseerd worden, dames en heren. Maar dit is een bijzonder moment. De prijswinnaars van 2013. Jan-Paul Schutte, Oek de Jong. Tom Lanois, Micha Hamel. Dank jullie wel. Ja, klaar zegt Micha en terecht. Ja, ga rustig zitten. Dank u wel, mevrouw de wethouder. Graag gedaan. Dank u wel, Aad Meinerts van de Jan Kampert Stichting. Jan-Paul, we gaan eens even luisteren of hier nog iets van iets feerieks uit dit prachtig apparaatje. Zo. Zo, rust in de tent. Kunnen jullie ook even op adem komen, drink wat water. Of is er genoeg water ook? Ja? Het is altijd fijn in zo'n bos dat je gewoon je boek kan pakken en kan gaan lezen. En ik zie een mevrouw naast me zitten, Bettine Vriesekoop, die volgens mij ook in het boek van Micha Hamel aan het lezen is. En mevrouw Vriesekoop, wat vindt u van het boek? Ik vind het prachtig, muzikaal. Het gaat over het moderne leven. Maar toch op een hele poëtische manier. Ik vind het heel mooi. Maar u bent hier niet zomaar. Ik zal u gewoon even netjes aankondigen. Want volgens mij wilt u Micha toespreken. Zal ik? Ja? Komt u vast naar voren, dames en heren. Ik stel u voor aan een vrouw met vele talenten. Zij is Nederlands tafeltennister. Zij werd Europees kampioen. Als sinoloog publiceerde zij 4 succesvolle boeken over China. En onlangs schreef ze ook een kinderboek. Dames en heren, een warm applaus voor Bettine Vriesekoop. Lieve Micha, ik ben heel erg trots op je en ik feliciteer je natuurlijk allereerst met de toekenning van de Jan Kampertprijs. Ik vind het ook een bijzonder eervol dat je me hebt gevraagd om jou toe te spreken als Jan Kampert laureaat van 2014. En dames en heren, ik zie u denken, kijken. Eigenlijk de toegestroomde fine fleur van de Nederlandse letteren. Hoe komt die nou in godsnaam op haar? Hebben die twee misschien iets met elkaar? Natuurlijk hebben we iets met elkaar. Ik sta hier echt niet als deskundige. Ik lees vaker non-fictie dan een roman. En kom zelden toe aan een poëziebundel. Ja, soms in bed voor het slapen gaan. Het voelt dus wat onwennig dat ik hier voor je sta, Micha. Zo onder professoren, zal ik maar zeggen. Maar ik begrijp wel waarom. En ik heb zonder aarzelen ook ja gezegd toen Judith Uiterlinde mij belde met jouw verzoek. Ik moet de anekdote van jou en mij vertellen.
Ergens in 1995 waren jij en ik gast van Hanneke Groenteman, die een kunst- en cultuurrubriek presenteerde in het BMW-café bij Artes in de Plantagebuurt van Amsterdam. Het programma heette ook zo, De Plantage. Ik was naar de musical De Jantjes gestuurd en moest bij Hanneke komen om te vertellen of ik het mooi had gevonden. Jij werd geïnterviewd over muziek die je had geschreven, ik meen voor Ed Spanjaard. Ik vond De Jantjes verschrikkelijk en nog verschrikkelijker was het dat ik er nog iets over moest zeggen op de buis. Maar Hanneke houdt nu eenmaal van contrasten. Jij schitterde als een jonge engel neergedaald uit de hoge hemel van de klassieke muziek. Ik voelde me een late puber uit de onderwereld van de sport die geen gevoel meer kon opbrengen voor het volksvermaak van de generatie van haar ouders. Jij redde toen mijn avond doordat je oprecht interesseerde voor mijn persoon en de fase waarin mijn leven zich bevond. Ik bewoog me van slaan met een tafeltennisbedje naar schrijven met een pen. We raakten bevriend, gingen naar concerten en theater. Jij liet me onbedoeld zien dat ik zou kunnen wat ik was begonnen, een nieuwe weg inslaan. Toen was je opeens weer uit beeld en een jaar later stond ik in Eindhoven op de Europese kampioenschappen en wie zit daar hoog op de tribune? Ja hoor, Micha. En na de wedstrijd weer die vanzelfsprekende communicatie, dat gevoel verwant te zijn als verre vrienden, mensen die elkaar na jaren ontmoeten en hun gesprekken zich voortzetten alsof hun laatste handdruk van gisteravond was. Toen ik de titel van jouw prijswinnende bundel las, Bewegend Doel, toen vroeg ik me af, hoe vaak niet was en is mijn handelen gericht op mijn bewegend doel, van mij af, naar mij toe. Ooit was ik voorbeeldig achter de pingpongtafel. In terugblik zie ik de bewegende doelen van mijn sport als metaforen voor het leven zelf. De strijd om het bestaan. In jouw gedichten vat jij onze tijdgeest als een bewegend doel. Vang je melodie in tekst, verwoord je de klank en het ritme van het bizarre leven dat wij leiden. Jouw bundel ligt op mijn nachtkastje. Meneer Goldschmidt, ik had begrepen dat u iets wilde zeggen tegen Jan-Paul Schutte. Ja, heel graag. Ik heb met geweldig veel plezier zijn boek gelezen. En ook al lees ik al ruim 4 decennia over evolutie, ik heb er toch ook heel veel van geleerd. En het was bovendien erg amusant bij vlagen. En ik zal het uitgebreider toelichten als dat mag. Zal ik u even kundig aankondigen? Dames en heren, ik maak het podium vrij voor een schrijver, evolutiebioloog. Hij is bekroond met de Jan Hanloprijs en hij heeft prachtig geschreven boeken, waaronder het eveneens gelauwde Darwins Hofvijver. Dames en heren, Thijs Goldschmidt. Ja, ik ben blij dat u heeft benadrukt wat ik wel kan. Ik kan bijvoorbeeld totaal niet pingpongen, doordat ik een lui oog heb. En ik moest altijd met een lapje voor het goede oog mij laten inmaken door mijn vriendjes. Maar daar gaat het vanmiddag niet over. Afgelopen week moest ik 3 uur lang college geven over evolutie. Onder andere over het ontstaan van walvissen. En die stammen af van een soort hertje met loodzware pootjes dat het maar niks vond om op het land te leven. Die dieren die gingen in de loop van miljoenen jaren dieper en dieper onder water leven en veranderden via allemaal krokodilachtige tussenstadia in walvissen. En van de zomer was ik in Alaska om die walvissen in het echt te zien. Ik heb natuurlijk wel eens op de televisie een BBC-documentaire bekeken en je denkt dat je ongeveer weet hoe dat eruit ziet, een walvis in het wild. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn. We voeren op een pontje de oceaan op, urenlang zoekend naar orka's of bultruggen. En plotseling zie je dan dieren zo groot als stadsbussen met 5 tegelijk boven de waterspiegel uitstijgen. En ik voelde dat op dat moment mijn leven echt veranderd was. En ik kon me absoluut niet voorstellen dat die geweldige zoogdieren ontstaan waren uit een bang aasetend hertje dat langs de stranden van wat tegenwoordig Kashmir is had gescharreld. Het is toch onvoorstelbaar, ook voor een bioloog, maar het lijkt erop dat dat waar is.
Dat college wat ik moest geven, dat was bedoeld voor academici die zich bij lieten scholen in de natuurwetenschappen. En ik had er wat tegen opgezien, omdat ik eraan twijfelde of ik nog wel over voldoende parate kennis beschikte om die artsen, advocaten en rechters te kunnen informeren op een adequate manier. Want ik ben afgedwaald, ik schrijf meer dan ik onderzoeker ben. En dat ging tot mijn verrassing boven verwachting goed. Het liep heel soepel en het was zeker voor een belangrijk deel te danken aan een boek wat ik pas had gelezen van Jan-Paul Schutte. Het raadsel van alles wat leeft. En eigenlijk heb ik door dat boek het gevoel gekregen dat ik weer geheel op de hoogte was van de evolutiebiologie. En met veel zelfvertrouwen kon ik college geven aan deze volwassenen. Ik kan dat boek ook aan alle volwassenen van harte aanbevelen. De volledige titel van dat prachtige boek luidt trouwens Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel. Een zeer belangrijk personage in het boek dat steeds terugkeert. En een literaire vondst die heel gunstig uitpakt en kinderen zeker geboeid houdt. Ik denk dat het boek bedoeld is voor 10 tot 12-jarigen. En het is fantastisch geïllustreerd door Floor Riedel. Heel origineel en ook geestig en inzichtgevend. In dat boek worden ruim voldoende evolutionaire onderwerpen behandeld om dus college te kunnen geven aan volwassenen, maar voor kinderen moet het helemaal een openbaring zijn. Echt een verademing vergeleken bij al die kinderachtige kinderboeken. Dat raadsel van alles wat leeft is eigenlijk het boek dat ik als 11-jarige zo gemist heb. Een boek over evolutie waarin je als kind echt serieus genomen voelt. En het is ook een boek waarin moeilijke onderwerpen zoals de structuur van DNA of de fysiologische werking van cellen niet wordt overgeslagen. Dat is als schrijver natuurlijk heel makkelijk om te doen, maar juist toegankelijk wordt gemaakt. Je komt bijvoorbeeld te weten dat een lichaam uit cellen bestaat, miljarden cellen. En daardoor besef je ineens dat je eigenlijk een wandelende kolonie van cellen bent. Als kind ken je jezelf natuurlijk van een blik in de spiegel. Je kijkt naar je uiterlijk en opeens besef je dit boek lezende, ja, maar ik heb ook een binnenkant. En die is opgebouwd uit cellen. En als je daarover verder denkt, dan besef je, die cellen die hebben om de een of andere reden besloten met elkaar samen te werken, in plaats van elk voor zich een solitair bestaan te leiden. Net zoals de bomen in dit decor, als ze echt waren geweest, kolonies van cellen zouden zijn. En het wordt je ook ineens duidelijk wat een ingrijpende beslissingen er moeten zijn genomen toen jij je als embryo bevond in de buik van je moeder. Hoe wist een cel in dat embryo in godsnaam dat die moest gaan bijdragen aan de vorming van jouw hart, jouw lever of je brein? Als je daar zelf al niks van snapt, hoe kan zo'n cel dat dan snappen? Hoe besloten sommige cellen dat ze de rest van hun leven gingen spenderen als deel van een lachspier? En je zal maar terechtkomen in de lachspier van iemand zonder gevoel voor humor. Het is eigenlijk een mysterie, maar ik snap er nu meer van dankzij het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel. Ik heb uit dat boek ook goed begrepen dat slijm en lijm, collageen is dat, uiterst belangrijk zijn. Dus met slijm en lijm, weet ik nu, kun je een slijmbal bouwen. En door die slijmbal razen gedachten. Waarvan zijn die gedachten eigenlijk gemaakt? Het zijn toch diepe vragen die worden aangesneden door Jan-Paul Schutte. Ik herinner me ook nog goed dat ik als 11-jarige tijdens een vakantie in Frankrijk mijn eerste fossiel bijtelend in een rotswand vond. En wij hadden van juffrouw Boudewijn geleerd dat er al heel lang mensen bestonden, sinds de prehistorie om precies te zijn. Maar toen mijn vader me vertelde dat de versteende slak die ik had gevonden tientallen miljoenen jaren oud kon zijn, toen duizelde het. Ik kon dat niet geloven. Ik had er opeens een zee van tijd bij. Mijn hele wereldbeeld kantelde. En als ik toen
dat boek van Jan-Paul Schutte erbij had gehad, dan had dat mijn gedachten kunnen sturen en was ik nu zeker verder geweest. Schutte beschrijft dat het een geweldige overlevingsstrategie kan zijn om je dood te houden. En het is eigenlijk niet zo gek dat hij dat juist schrijft, want de naam Schutte is verwant met schutkleur en met beschutting zoeken. En wat hij heeft gedaan is eigenlijk, hij heeft zich jarenlang doodgehouden en komt dan met een schitterend boek. En hij is er het levend bewijs van dat die strategie werkt. Hij krijgt er nu zelfs een prijs voor. Dank u wel. Dames en heren, Thijs Goldschmied, Jan-Paul Schutte. Ik haal graag naar het podium hooggewaardeerd schrijver, recensent en emeraat hoogleraar moderne letterkunde, dames en heren, Jaap Goedegeburen. En hij gaat ook de Jong in het zonnetje zetten, dames en heren, Jaap Goedegeburen. Ja, neemt u deze maar. Hoor. Dames en heren, beste Hoek. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, verzuchtte Slauerhof in een van zijn bekendste regels. Ik woon bij voorkeur in een roman. Niet dat ik die zelf schrijf. De romans, waar ik als lezer graag onder dak kom, liefst voor een aantal dagen achter elkaar en vrij van de beperkingen van tijd en ruimte. Zulke romans staan op naam van de auteurs die gelden als de erflaters van de grote epische verteltraditie van de 19e eeuw. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Dostoevsky, Tolstoj, Couperus. Hun romans hebben veel weg van een doorleefd familiehuis, met in elke kamer wel een meubelstuk, een snuisterij of een souvenir waaraan een verhaal vastzit. In zijn mooie en behartenswaardige essay, Wat alleen de roman kan zeggen, knoopt Hoek de Jong uitdrukkelijk aan bij de traditie die gedragen wordt door de schrijvers die ik zojuist heb genoemd. Wat niet wil zeggen dat hij ze klakkeloos navolgt. Hij laat juist zien dat de roman een vitaal genre is dat zich voortdurend vernieuwt. In deze eeuw bijvoorbeeld in het werk van Proust, Joyce, Kafka, Virginia Woolf, Céline en Kawabata. Aan die vernieuwing en revitalisering van de roman heeft Hoek de Jong zelf een belangrijke bijdrage geleverd met Pier en Oceaan. Het bijzondere van het boek zit hem in vorm en stijl, in de aaneenschakeling van korte pakkende scènes. Scènes die de trede op de tijdladder tussen 1952 en 1971 markeren. Zonder ze allemaal één voor één af te hoeven lopen, zoals dat in de 19e eerste roman nog gebruikelijk was. Het bijzondere zit ook in de plastische bewoordingen. En last but not least in de subtiele psychologie die het niet moet hebben van uitleg en commentaar, maar van de gesuggereerde gevoelens en het beeldend beschreven gedrag van de personages. Pier en Oceaan verhoudt zich niet alleen compositorisch en stilistisch, maar ook inhoudelijk tot de 19e eeuwse romantraditie. Net als Couperus in de Boeken der Kleine Zielen en Thomas Mann in Buddenbrooks vertelt ook de jonge verhaal over drie generaties, vertegenwoordigd in grootvader Roorda, vader Liewe en kleinzoon Abel. Maar anders dan bij die voorgangers worden de levens en de lotgevallen van de personages niet afgehandeld in onderlinge opeenvolging. Hoek de Jong laat ze juist duo-gewijs met elkaar de confrontatie aangaan. In dialoog, maar ook non-verbaal. En daarmee is Pier en Oceaan een dramatisch geanceneerde roman van vaders en zonen. Net als het gelijknamige boek van Turgenev en karakter van Bordewijk. De naamgever van de prijs waarmee Hoek de Jong vandaag wordt geëerd. Wie zoals ik graag in een roman woont, eigent zich die roman ook toe. Bij elke herhaalde lezing begin je je steeds meer te hechten. Versterkt zich de drang tot identificatie. Volgens puristische literatuurbeschouwers is die drang tot identificatie eigenlijk een doodzonde, omdat ze objectiviteit in de weg zou staan. Jammer voor de objectiviteit dan. Je schuift als lezers met de meubels tot de inrichting van het huis overeenkomt met je diepste gevoel. En je nestelt je in een hoek van dat boek om je over te geven aan wat je ervaart als de verbondenheid tussen jou, zelf en wat je leest. De zuigende klei waarmee Abel Roorda zich een voelt worden. De wuivende populieren op de Zeeuwse dijkjes. Het blikkerende licht
boven de Schelde. Het is nog onvoldoende gezegd. Pier en Oceaan is ook een hymne op het landschap. Een landschap dat mij vanaf mijn geboorte in mijn bloed en mijn merg zit. Maar dat ik dankzij deze roman nog inniger lief heb gekregen dan ooit tevoren. Pier en Oceaan bevestigt iets waarvan ik steeds meer besef dat ik het met de schrijver deel. Als lezer en als vriend. En voor die bevestiging, die ook de bevestiging is van een groot schrijverschap, voor die bevestiging, mijn beste Hoek, ben ik je buitengewoon dankbaar. Dankjewel, Jaap Goedegeburen, voor deze prachtige woorden. Dank aan de schrijvers, dank aan de laureaten. Wij gaan naar een... De Troubadour komt weer langs. Mijn eigen ervaring die wil ik heel kort met u delen. Dat was 1997. Dat was de Eurotop in Amsterdam. En er was een moment dat ik over de Singel liep. En het was donker. En het café, het paleis wat daar zit, dat was om 1:00 s'nachts, ging open. Voor het paleis stond een enorme ME-cordon tot de tanden toe bewapend. En er zaten een paar krakers en er is daar een krakerspand Frankrijk. En die hoorde je iets van fuck de police en zo, zoiets. En er stonden daar allemaal ME'ers. Eén café, het Singel was donker. Het café gaat open, er valt een strook licht. Er staat een man met iets wat uitstaande oren en een lange jas. En die kijkt verbaasd om zich heen en die roept, hey, wat gebeurt hier nou allemaal? En het is heel bijzonder. Huub van der Lubbe, jij begon te zingen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. De krakers begonnen te klappen. En het is echt waar. Het hele ME-peloton begon met hun wapenstok op de schilden te slaan. En op dat moment, jij zong je lied. Op dat moment waren wij één. Zowel krakers als toevallige omstanders en als ME'ers. Dames en heren, hij brengt ons samen. Huub van der Lubbe. Het is zo simpel. Muziek, poëzie, kunst. Dit is ook weer poëzie, zou je kunnen zeggen. Van Dylan, vertaald liedje. Slaan. En heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de luw te staan. Tot jij mijn liefde voelt. Valt de avond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit. Maar bij mij krijg jij het fijn. Het allereerste ogenblik zag ik al precies hoe jij moest zijn. Ik leid honger, desnoods dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde voelt. De stormen razen over open zee. Over de snelweg van de spijt. Er spelen winden met een nieuw idee. Zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak jou gelukkig
ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zeg het maar. Al moet ik 10 keer rond de evenaar, tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. Bob Dylan. En dan speel ik nog een laatste nummertje van eigen hand over ons mooie Nederland. In dit land van wind en water schuimen wolken uit de klei. Olieverven op de golven, grove kluiten aan de prei. Land met armen uit de mouwen, land van geen geoude hoer. Maar wel van oeverloos gekanker op de duivel en zijn moer. In het land van nette zwendel, witte welvaartsmaatschappij. Groot geworden van de handel, of zegt u maar piraterij. In dit land van koeien, schapen, schepen, kippen en het ei. Land van stijlen en van papen, land van Gorter en van mij. Land van noeste delta werken voor het keren van het tij. Land van 100.000 kerken om het draaien van de brei. Land van banken en van duiten, land van kaarsrecht in de leer. In het weekendje te buiten, maar door de week dan weer meneer. Oh, en we draaien. En we graaien en we waaien hier met alle winden mee. Met de mond vol over alles, maar met eigenlijk geen idee. In dit land van struizenmeiden, opgeschoten jongelui. Rond het vriespunt in je t-shirt, rond met 20 in de trui. In dit land waarvan de leiding in gerechtigheid gelooft. Met een scheef oog naar de peiling, land met boter op het hoofd. Land van noemer tolerantie, van heb ik iets van je aan. Ik bemoei me toch met jou niet, laat mij ook mijn gang dan gaan. En we draaien, en we graaien, en we waaien hier met alle winden mee. Met de mond vol over alles, maar met eigenlijk geen idee. Geen idee. In dit land van wind en water schuimen wolken uit de klei. Olieverven op de golven, grove kluiten aan de prei. In dit land was van vertoning, land met benen op de grond. In deze put is ieder koning van zijn eigen lapje stroom. In dit land ben ik geboren, tussen grootspraak en gekloot. Tussen kaffers en het koren, in dit land ga ik nog dood. En we draaien. En we graaien, en we waaien hier met alle winden mee. Met de mond vol over alles, maar met eigenlijk geen idee. En we draaien, en we graaien, en we maaien hier met alle winden mee. En met de mond vol over alles, maar met eigenlijk geen idee. Geen idee, geen idee, geen idee. Oh ja, Huub van der Lubbe. Huub, voordat jij... Huub van der Lubbe, dames en heren. Huub, nog even heel kort, voordat je... Jij hebt een sabbatical gehad, nu weer samen met de Dijk, 2014. Wat gaat het brengen? Oh, we hebben al in dit jaar 9... concerten opzitten met de Dijk en het Amsterdam Sinfonietta in alle concertzalen van Nederland. Vanaf volgende week doen we 10 optredens in theaters. Voor het eerst voor zittend publiek. Gaan we eens uitproberen hoe dat zal gaan. En daarna spelen we 5 april beginnen we echt gewoon op te treden. Beginnen we in de Heilige Muziekhal met 2 concerten. Dus, heel veel succes. Genoeg bedankt. Huub van der Lubbe, dames en heren. Ah!
Moet lady moet rota. Moet ook lady moet rota. Aja. Sinika. Hai. Als wel in Ashokoma. Wel in Ashokoma. Om te kamen, om te kamen, hahahabe. Ah, elele. Ah, elele. Ik moet prijs. Ik moet prijs. Kom, zet jullie oren neer. Spits hulle vir die bottleneck. Een prijslied gaan neerdaal. Een lansie gaan breek. Ons prijs om. Ons prijs om. Die langvleulige, die langkakige brulvink. Die onverdroote, geniale geneuk. Die wat om haat noem om een linkse slinse. Een losluppige linsriem. Helele. Helele. Ons prijs om. Hom wat duisel. Alle toegas pas om. Hy is die hertog van drama. Hy is die rabbijn van afrekening. Hy is die baron van gedichte. Die prins van proza. Die pastoor van performing. Die skoutbynacht van satire. Wow, ons hoogleraar van herinnering. Wow, ons aartsbiskop van aandadig hou. Moet dat lady moet lotla. Moet dat lady moet lotla. Literaire goede kind. Kunstenaar, zakenman. Commentator, koets. Mees geleese, mees bepreese. Fenomeen van Vlaanderen. Ons noem om die Belgen van buskruid. Ratsel as rater. Scherper as skerpioen. Dodeliker as seekooi. Sweepender as olifant. Sy razende reekorgane. Ruik vals aard ratelinge. Vinniger as een ribok. Sy oogtanden priem slagaar van uitsluiting. Akkurater as een luiperd. Ons noem om die vechter vir die vreemdeling. Sineka! O kyk, die laalande is in beroering. Die duiken versterk hulle self. Die pompe word nagesien. Selfs Antwerp skud haar steiers. Die politici en die paus pong en paap. Diep in Den Haag hoor een mens die takbokke brol. Die bebouwde kleinburgerlijke woonbiete saai sidderend op die platteland. Selfs in Oranje zicht vanmiddag staan die Suidoos verbuister. Ja, allemaal is verstom. Oor hierdie bebrulde, brullende slachterskind van Sint-Niklaas. Van die land van onwazige waas, die ommuurde stad van beeldestormers, branden, plundering, wemelend van klein Napoleons en eenvoudige dorpsjongens. Halala! Ah, zwelila shukuma! Ah, welila shukuma! Helele, helele, helele! Die asgaai is voor hom. Hy, van Moerbeke, Tielrode, haast onkestekene. Hy met die onteensaglike, formidabele retoriese talent. Kyk hoe vergruis hy, stadsreuse, Janneke, Mieke, Sinterklaas, fok hy op. En hy noem homself Swarte Mandela. Hy trammel vir sy leesers, regimente van sadiste, regse ingeteeldes, homofobe, intelligente hoere, kindermoordenaars, vloekende konings, spoegspatters, pafbekke, knoeiknaters, bekrampenis en heerlijke bekkige sexy sondenaars. Hy ontbloot wel lustig die misdade korruptie, die glorieuse sowel as die gore seks. Hy hoon politieke idees van suiverheid, laartrek van afstichting en taalaanbidding. Ons noem hom, ons noem hom die terechte hoeder van het grote gelijk. Moet tot lady moet lotla, moet tot lady moet lotla, moet tot lady moet lotla. Ons noem hom die zwartste beesmis van die oudste kraal van die naoorlogse Vlaanders. Gekap met die blinkste bijl op die skoonste slagbok uit Oost-Vlaanderen, uit Noord- en Midden-Frankrijk, uit Spanje. Een Andalusiese gevechtsbol, pootkappend van die pijn van onreg en vergryp van domheid en een slaglijn van slagspreek en slagtanden ontbeen hy, lardeer hy, maal hy, stop hy, kloof hy, altijd voelend, 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 voelend met sy duim op die skerpte van die snijkant. Ah, Zelia Shukuma! Ah, Jelila Shukuma! Sinika, Laurandini Sinika! Helele, 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 die skuldveel is vir hom. Deur baie brille sien hy die baie waarhede op die wereld. Hy wie sy tong met die merel praat en die Vlaamse leeuw. Wie sy impies vreet aan die Vlaamse blok. Met die water en die maaier en die voorvader geeste in die loopgrawe sing hy, wieg hy. Met die son en die arend en die suiderkruis vlieg hy. Ons noem hom die man wat werk.
Ja, die begaafde wat skeit en splijt. Van Hanestert en Blankenberg. Van Doen en Celibaat en Spek en Bone. Van Bagger en Diplodocus Dex. Met die goddelike monsters skiet uit in oorlog. Met Vitriool veg hy voort Europa. Met de bose tong gaan uit in piste en veldslag en skermutselinge. Zelfs met Fisto laat hy sprakeloos en skielike bloed en roze. Hy vloer slaven en kartonbose. Ons noem hom die man wat werk. Die man wat werk, die schrijver, wat waarachtig, werk, wat werk. Marte is in zijn bloed, ja, Marte is in zijn bloed. Hierdie assegaai is voor hom, want ons, voor hom, noem ons die padmaker. Wat alle genres pas om, alle zaken trek om aan. Zijn hart spring voor die geringe, zijn kop kap. Tien die machtig is, sy tong sweep die manipuleerders, sy gevrei oor die conservatives, hy praat sonder om bang te wees, hy werp groot westerse mythes om, hy hef ongeachte idees op, hy is polyvalent soos sout, hy is hardnekkig soos een haai, betrokken by sy landskap soos een vloed, en mengsels van eenvoud, ontroering en humor, vel hy verpletterende waarhede, onversadig, kook sy sinne, sy uitroeptekens gil, sy hoofletters knal, sy seikank kweel, niks word met rus gelaat, ek kan nog aangaan en aangaan my vriende, maar ek hou op, die kalbasse is vol gemelk. Die assegaai en die skuldveld is sy reuse hart en sy flukse laptop. Die lewe pas so paslik by hom. Ons is bly om te mag leef in die landskappe onder sy tong. Eja, eja, moet lady moet lotla, 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 moet lady. In die gram! Dames en heren, een bijzondere gast uit het buitenland. Zij is behalve dichter, schrijver, journalist ook een geliefd voordrachtskunstenaar. Verschillende van haar poëziebundels werden vertaald in het Nederlands. Als radiojournalist deed ze verslag van de vergaderingen van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. En ze schreef daar het indrukwekkende boek De Kleur van Je Hart voor. Dames en heren, een hartelijk applaus. Antje Kroeg! Nou, meneer Lanois. Na dit prachtig moment is de tijd helemaal voor u. Ik zal u even goed aankondigen. Dames en heren, we zijn aangekomen bij de vierde en laatste prijswinnaar van vandaag. Die zojuist de Constantijn Huygens prijs voor zijn hele oeuvre in ontvangst heeft genomen. Hij schrijft romans, poëzie, scenario's, columns en toneelstukken. En in 1985 debuteerde hij met Een slagerszoon met een brilletje. Wat door een tv-optreden bij Sonja Barend meteen zijn doorbraak betekende. In 2009 verscheen Sprakeloos over de dood van zijn moeder die na een beroerte niet meer kon praten. Met zijn theaterbewerking van dit boek stond hij tijdens de Boekenweek van 2012 in Carré. En in dat jaar schreef hij ook het boekenweekgeschenk Heldere Hemel. Zijn laatste roman Gelukkige Slaven is weer een typische Lanois. Inkt zwart, een tragicomedie met onvergetelijke personages en dialogen. Een ingenieus plot en een virtuose stijl. Dames en heren, ik geef graag het woord aan de laatste, maar zeker niet de minste gast van vanmiddag. Ik vraag uw aandacht voor Tom Lanois. Ik wil een beetje meer in het midden staan. U wilt graag meer in het midden, dat is sowieso niet. Nee, maar dit is goed. Zo gaat het. Lieve Einkie, ik moet eerst jou bedanken. Ik zal maar net zo praat zoals ons heel te maar alleen is. Maar ik moet je dit zeggen. Madiba is dood en jij woont in Berlijn. En dan komt die Zuidooster. En hij waai. En hij waai ons op. En hij waai ons bijna dood. En dan kan ik maar één ding denken. Thank God, Desmond Tutu is still alive. En die Tafelberg staan nog altijd daar. Kom baie terug. Baie snel terug, vinnig terug, zodat ons soos Bobbejane die Tafelberg weer kan beklim. Excuus toch, ne? Ik zal ook nog, want ik heb met Ankie samen een programma ooit mogen doen. Zij heeft een gedicht van mij vertaald en dat is dan, vooral eer ik het officiële dankwoord uitspreek, ook een dankwoord aan haar. Dus ik ga een gedicht van mij lezen in het Nederlands en na af en toe alterneren in Afrikaans. En het is opgedragen inderdaad aan weer die liefde van mijn leven,
The absence of hierarchies, die afwezigheid van hiërarchieën. Naarmate de uren versnellen als propellers en de dagen gaten slaan als hamers, wordt mijn angst bewoonbaar en mijn keuze helder. Naarmate die uren versnellen zoals propellers en die dagen gaten slaan zoals hamers, wordt mijn angst bewoonbaar en mijn keuze helder. Laat de zee maar branden als olie in een vat. Laat alle muren kantelen. Er is maar één ding dat ik wil bewaren. Laat die zee maar branden zoals olie in een vat. Laat alle muren kantelen. Er is maar één ding wat ik wel bewaar. De klaver van jouw keel. De papaver van je lippen. En van elke stoot dit beeld. De honing van je oksel, de melk uit je schoot en de schaduw van kaneel die mij vangt als ik jou streel. Die klaver van jouw keel, die papaver van jouw lippen en van elke stoot die beeld. Die honing uit jouw oksel, die melk uit jouw schoot en die schaduw van kaneel, wat mij vang, als ik jou streel. Baie dankie, Ankie. De Vlaamse eenmanspolyfonie dankt u. Dat is het officiële dankwoord bij het aanvaarden van de Constantijn Huygensprijs 2013. Wie Lanois leest, hoort stemmen. Zo begint ogenschijnlijk verwarrend het verslag waarin de jury haar beslissing toelicht om die prijs aan mij toe te kennen. Verwarrend omdat het om geschriften gaat. Van waar dan die stemmen? Ik vermoedde heel even dat het ging om een verwijzing naar Bloed en Rozen. Dat is een toneelstuk van mij over Jeanne d'Arc. Die hoorde ook stemmen. Maar ik neem aan dat de juryleden andere stemmen bedoelden dan die van God en dat ze bij het lezen van mijn werk niet bekropen werden door de aandrang om Orléans te gaan bevrijden. Lang was ik echter niet in verwarring, want ik ging al snel hardgrondig akkoord met de jury. Sterker, indien ik dan toch bekroond word met een oeuvreprijs, kan ik mij geen mooiere laudatio toewensen, hoewel er hoort nog één randbemerking bij. Alvorens ik dan toch echt aan het danken sla. En dat is ook nu weer op dit eigenste moment. Zit ik met een melange van verbijstering en paniek te kijken naar dat ene woord. Oeuvreprijs. 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 Het lijkt toch een beetje als zo'n jury me wil invrijven dat het nu wel welletjes is geweest. Met dat schrijven van mij, dat gevoel heb ik veel meer. Vooral als ik weer eens gast van praatprogramma's ben op tv. En daar staat dan meestal iemand buiten beeld naar mij te gebaren. En hij vormt herhaaldelijk en met beide handen een denkbeeldige bal, hè, ter grootte van een meloen, terwijl hij me steeds wanhopiger aankijkt. En die denkbeeldige bal die wordt ook steeds groter. Hè? Van een meloen naar een voetbal en dan een basketbal, tenslotte een zitbal. Zo'n zitbal. En de eerste keer keek ik onverstoorbaar naar die man terug, al dan niet met een knipoog, zonder mijn inmiddels minutenlange uitleg ook maar één seconde te onderbreken. Want naar mijn gevoel was ik immers nog maar net begonnen aan de inleiding van de introductie van het fenomeen dat ik wilde aankaarten. Zo ben ik. Hè. Ik bouw altijd aan een oeuvre, waar ik ook kom. Desnoods in tv-studio's, die toch zoals algemeen bekend zijn, het voorgeborgde van de hel van de oppervlakkigheid zijn. Ik dacht zelfs eigenlijk dat zo'n man mij stond uit te nodigen om vooral door te gaan. En dat hij mij ter beloning een bowl sangria aanbood al. Of een kom caviar zelfs eigenlijk. En een paar seconden na mijn knipoog aan zo'n man wordt dan meestal de microfoon uitgezet en de camera die zwenkt naar een ongelukkig kijkende gesprekspartner of een nog ongelukkiger kijkende presentator. En dan pas besef ik eens te meer dat die man mij wellicht stond aan te sporen tot afronden. En ik beken, ik heb het daar moeilijk mee.
Ik sta er al wijd en zijd onbekend. Als ik tegenwoordig op televisie mag komen, dan begint zo'n man nog voor de aanvang van de uitzending aan al mij te gebaren hoe groot de bal is die hij me zo dadelijk in het gezicht zal trappen als ik niet snel genoeg ophoud met snateren. Kijk, en in de literatuur dacht ik daarvoor veilig te zijn. Niemand vroeg mij ooit om af te ronden. Toen kwam de Constantijn Huygensprijs mijn kant op. En ik zag voor mijn geestesoog direct hoe de juryvergadering verlopen moest zijn. Hè? In het hart van Nederland, in de Hofstad, zit een verzameling immabele, respectabele dames en heren rond een tafel, de hele avond lang naar elkaar te gebaren. Hoe groot de bal wel niet is, die ze met een kanon op mij gaan afschieten, indien ik nog één werk aan mijn oeuvre durf toe te voegen. Hè? Indien dat inderdaad de intentie is van de jury, moet ik haar bitter teleurstellen. Dames en heren, ik ga door. Ik beschouw deze bekroning. Ik beschouw deze bekroning als een aanmoedigingspremie voor een onstuimig piepjong talent dat het beste van zichzelf nog moet tonen. De kans bestaat natuurlijk dat de jury iets anders heeft bedoeld met stemmen. En de rest van het juryverslag wijst goddank in die richting. De bewuste stemmen zijn, zo blijkt, die van personages in mijn werk. En wat me daarbij bijzonder gelukkig maakt, is dat de laudatio geen onderscheid maakt tussen de personages uit mijn fictieromans en die uit mijn autobiografisch werk. Al moet ik zeggen dat ik zelf ook het onderscheid tussen die figuren uit de ene en de andere ook niet altijd duidelijk kan maken. Dat is nog zo'n erfenis van mijn moeder. Daarbovenop worden ook mijn toneelstukken afzonderlijk en nadrukkelijk vermeld. In een prijs, laten we dat nooit vergeten, genoemd naar iemand die Treintje Cornelis heeft geschreven. Het zij pars pro toto wordt alleen mijn Shakespeare-bewerking Ten Oorlog vernoemd, maar het gaat om het gebaar. En dat gebaar klopt. Volgens mij zelfs op een dubbele manier. In algemeen literaire zin en voor mij als auteur zelfs ook in het bijzonder. Want indien ik iets ben, dames en heren, dan is het inderdaad een auteur van stemmen. Van theater, van voordracht, retoriek, van zingzang zonder zingen. En daarbij vloeien alle genres, alle disciplines, van essay tot poëzie, gewoon in elkaar over zoals dat hoort. Volgens mij, zoals dat moet. Want alles is theater. Proza op kop. Zo sta ik in het leven en zo schrijf ik ook. Het universum van W.F. Hermans was naar zijn zeggen sadistisch. Wel, het spijt mij en spijt mijn respect voor Hermans werk. Ik wil hier benadrukken dat ik sadisme en sadisme alleen te eenduidig en te saai vind. Niet gecompliceerd genoeg als analyse van de verhouding tussen individu en materie, mens en kosmos, mens en medemens. Mijn universum is tragisch. Correctie, tragicomisch. Correctie, toch weer tragisch, zonder meer. Want alle tragiek impliceert meteen het komische. Het was niet alleen Shakespeare die dat wist en die dat gebruikte als vast adagium, maar bij hem kun je er het minst naast kijken en verwijzen naar Shakespeare is altijd goed, zeker in dankwoorden. Wel, dit is wat de Shake ons toont. Geen koning zonder nar aan zijn zijde. En de tragiek begint pas goed als de nar voor koning probeert te spelen. Onze nationale politiek is daar helaas vaak een goed bewijs van, zowel in Nederland als in België. Ik wil tussen haakjes even zeggen, als jullie regering echt op zoek is naar homo's aan wie je het kunt zien, dan kun je misschien onze premier Elio Di Rupo alsnog uitnodigen. Hè? Maar hij heeft wijselijk zelf gezegd dat hij gewoon niet gaat. Ja? Dat even tussen haakjes. Een kleine tussenbemerking ook nog voor de slechte verstaanders onder u. Ik heb het hier niet over het veel plattere, hoewel toneelmatig gezien volledig koosjere adagium. Een lach en een traan. Ogenschijnlijk komt die uitdrukking op hetzelfde neer als de zoektocht naar dat tragicomische, maar niets is minder waar. Een lach en een traan, dat is geen adagium, dat is een toneelrecept.
Zijn boodschappenlijst uit het variété, op basis waarvan best aardige gerechten en spektakels kunnen worden gebrouwen. Maar verder heb je er niets aan. Ik heb het over een heel ander samengaan van de tragedie enerzijds en het komische anderzijds. En met het komische bedoel ik trouwens geen moppen uit de stand-up comedy traditie. Ik bedoel humor van de wrange soort. Geboren uit wanhoop en zelfkennis. Humor waarvan gek genoeg uitgerekend de Duitsers de mooiste definitie hebben bedacht. Wenn man trotzdem lacht, als men desondanks moet grijnzen, een lach. Alle spijt om die lach ten spijt. De soms gekmakende paradoxen in ons bestaan. Het inzien van de onverenigbaarheid van tegendelen, maar ook van de diepere band daartussen. En tot slot het scala aan gevoelens dat zulke tweespalt oproept. Om dat alles gaat het mij. Daar ligt mijn universum, waarin zeker geen sadisme ontbreekt, maar waarin nog zoveel meer kolkt. En bruist en brandt tezelfde tijd. Een perpetuum mobile, dat is het. Genaamd het menselijk drama. Van overmoed naar catharsis, altijd maar weer. Van liefde naar wanhoop en terug. Van hoop naar haat. Begeerte naar verraad. En zoveel meer. Zo simpel. Zo complex. En toch weer simpel. In Mephisto Forever, mijn bewerking van Klaus Manns pamfletaire meesterwerk Mephisto, laat ik de hoogmoedige steracteur Kurt Köppler het volgende zeggen tegen de jonge actrice die hij wil imponeren en verleiden. Hij die zich nota bene zelf zal laten verleiden tot collaboratie met de nazi's. Hij zegt, wezenlijk theater gaat over verscheurdheid, over verscheurd zijn. Ik zou er hier bij deze mooie gelegenheid nog aan toe willen voegen. Wezenlijk theater gaat tegelijkertijd over verscheurd zijn en weten dat je verscheurd bent, hoezeer je ook je best doet om je verscheurdheid voor de buitenwacht te verbergen. Soms verberg je ze jarenlang voor jezelf en komt het inzicht plots als een klap in je gelaat, harder en pijnlijker dan een echte klap. En daarom kunnen melodrama en drama nooit hetzelfde zijn. Bij melodrama wordt pijn alleen gevoeld en uitgeschreeuwd. Bij drama komt daar zelfreflectie bovenop. En diezelfde schuldgevoel en zelfverwijt. En die kwetsen zoveel dieper. Gelijktijdig voelen en denken. En dat in taal. Die tegelijk fraai mag zijn, maar soms ook gewoonweg efficiënt en hard en helder. Bovendien in een kader dat zowel een doodgewoon verhaal mag zijn als een waanzinnig avontuur, zolang het maar een metafoor durft te zijn in deze tijden voor het hele menselijke handelen. Voor mij is het geen toeval dat de westerse literatuur is ontstaan in Griekenland. Op hetzelfde moment als dat de filosofie en de democratie ontstonden. Zij zijn filosofie, democratie, literatuur ten diepste verbonden met de poëzie en met het toneel dat zich toendertijd op die manier ontwikkelde. De echte grote drie, ik heb het dan niet eens over de echte grote Nederlandstalige drie, die zoals we allemaal weten Hugo Claus, Louis Paul Boon en Willem Elschot zijn. Toch? De echte grote drie van toen, te weten Aeschylus, Euripides en Sophocles, die laten hun dramaturgische invloed gelden tot op de dag van vandaag, in tegenstelling tot cabaret en cartoons. Hoezeer ik ook houd van goed cabaret en van snedige cartoons, gaat theater om dilemma's, om onoplosbare levensvragen, niet om commentaar op tijdelijke misstanden of markante anekdotes. Daarom overleven theaterteksten duizenden jaren en zijn de meeste cartoons na 5 jaar gedateerd, om niet te zeggen na 5 dagen. Wat ik zeg over theater gaat gewoon op voor scheppend proza. Voor mij zijn die trouwens één en ondeelbaar. Vandaar mijn dubbele dank, niet alleen voor die prijs zelf, maar ook voor het vermelden van de toneelteksten in mijn oeuvre. En door ze te verbinden met de meest oorspronkelijke instrumenten, het instrument van alle literatuur,
de menselijke stem. Alle stilistische technieken waarvan wij ons bedienen bij het schrijven. Alle expressiemiddelen die ons in een geschreven tekst ter beschikking staan en mogen ons bereiken in boekvorm, per digitale tablet, weet ik veel. Ze komen voort uit een orale traditie die veel groter is, daar heeft Anki mee bewezen, dan die van alleen het antieke Griekenland. De stem was er eerder dan het boek. Dat is geen pleidooi tegen het boek, integendeel, het is een lofzang op het boek. Niet alleen mijn lezers, ook ik hoor al die stemmen. Ik zoek die op. Ik heet ze welkom. Ik laat ze gedijen in mijn hoofd. Ik probeer hun sneren en hun lachsalvo's op te vangen en neer te tikken in de hoop dat ze ooit vertolkers mogen vinden. Ofwel op de planken van een of andere schouwburg, ofwel in de hoofden van mijn lezers die, hoewel zelf stilzwijgend, die vele stemmen weer tot leven brengen. In hun eigen hoofd. Dankzij hun verbeelding. Dat is de magie van het boek. Of het nu een roman is, een novelle, een bundeling verhalen. Een boek is niet alleen een tekstbrochure en een zangpartituur in één. Het is een intens complot tussen een schrijver en zijn lezer. Dankzij de weldadige werking van hun gemeenschappelijke fantasie. En daarom vind ik, samen met goedgebracht toneel natuurlijk, een boek nog altijd, tot in de oneindige eeuwigheid, de allerhoogste kunstvorm in dit ondermaanse. Want het is gezamenlijk praten en fantaseren zonder dat je elkaar hoeft te kennen of te zien. Ik wil in dit verband één boek van me niet onvermeld laten en dat is uiteraard Sprakeloos. Niet alleen omdat het via de afasie waaraan mijn geweldige, grootse, al was ze 1,50 meter, lichtjes megalomane moeder van mij ten prooi viel. En tegelijk mooi en wreed bewijs vormt van wat ik hierboven allemaal probeerde uiteen te zetten over verbeelding, taalkracht, tragedie. Nee, het gaat me ook en veel concreter om de simpele spijt dat zij, mijn moeder, amateuractrice op de planken en levensdiva in de slagerswinkel, zij zo tuk op vieringen en feestjes, dat zij dus deze heugelijke dag niet mee heeft mogen maken, aan de zijde van haar inmiddels ook overleden verstokte fan van het eerste uur, de secretaris en het stichtende lid van haar fanclub, mijn eeuwig op haar verliefde vader, hij, een slager en carnivoor uit roeping en overtuiging, voor het overige de liefste man die ik in mijn bestaan ooit heb ontmoet, hun beider stemmen, hun taal, die ik me nog altijd zo levendig voor het geestesoor kan halen, die mis ik zo deerlijk. Ik had ze zo graag vandaag ook weer horen weer klinken in de werkelijkheid, al zou mijn moeder zoals altijd haar trots verborgen hebben gehouden onder de herhaalde opmerking dat mijn articulatie alweer niet deugde en dan nog wel in Holland, zeide gij niet beschaamd. Als ook dat ik de mij toebemeten tijd weer schandelijk heb overschreden, alsof ik dat laatste niet ook van haar geleerd heb, correctie geërfd, samen met nog een paar van haar genen, zeker in de lengte. Besluiten wil ik uiteindelijk dan toch, met een stem uit Ten Oorlog, die bewerking die ik samen met regisseur Luc Perceval mocht maken van de koningsdrama's van Shakespeare en waarbij we de klassieke tijdsduur van een toneelstuk tot een half etmaal oprekten. Dus prijs u gelukkig, dit dankwoord had veel langer kunnen duren. Vlak voor zijn dood overdenkt Richard II, bij ons Richard Deuxième geheten, zoals Richard III ook Richard Modderfokker III moest heten natuurlijk. In het Frans is het nog mooier, Richard Nick Tamer Troisième. Vlak voor zijn dood overdenkt Richard II, Richard, zijn levensloop. Hij was de grote poseur. Verzot op de grandeur van het koningschap, meer dan op de macht zelf. Zozeer vereenzelvigt hij zich met de kroon die hij draagt, dat hij in een daad van bijna artistieke bluffpoker zijn kroon aanbiedt, zomaar, aan zijn rebellerende neef. En Richard II rekent erop dat zijn neef voor het oog van God, uit angst voor de ineenstorting van het hele feodale bouwwerk der bloedafstamming, die kroon
zal weigeren. De neef accepteert. En Richard is te trots en te geschokt om zijn staaltje bluffpoker te herroepen. Ten tijde van Shakespeare is dat stuk maar één keer opgevoerd. Daarna werd het verboden. Een vrijwillige troonsafstand was zo goed als blasfemie en werd door elke zetelende monarch sowieso ervaren als onbehaaglijk, om niet te zeggen subversief. En volgens mij komen daar nog eens de slotwoorden zelf bovenop, vlak voor Richard, onze Richard, willens en wetens een vergiftigd gevangenismaal tot zich neemt. Zijn onthechting is nu totaal. En dat voor een vorst die zich zo graag heeft gewenteld in het decorum van de macht. Hij hield van zijn regalia zoals een acteur van zijn klatergouden requisieten. Ook dat commentaar vormde een spiegel die gekroonde hoofden liever niet voorgehouden kregen. Wel, ik gebruik die woorden hier wel. Bij mijn eigenste bekroning. Om mezelf te herinneren aan de deugd der nederigheid. Ik dank de jury voor een zo mooie prijs, voor mijn stek op een zo roemrucht palmarès en voor een juryrapport dat mijn werk zo hartverwarmend juist naar waarde schat. U hebt gelijk. Ik ben mijn stemmen. En een van die stemmen zegt nu dit via Richard Deuxième, via Shakespeare, via Luc Perceval. Zo speel ik veel personen in mijn eentje. En geen voelt zich voldaan, nog recht gedaan. Maar wat het is dat ik ook ben. Nog ik, nog enig ander mens die mens is en niets meer kan ooit tevreden zijn met iets totdat hij vrede neemt met dit. De mens is niets. Dank u wel. Winnaar van de Constantijn Eigensprijs 2013, Tom Lanois. Prachtige woorden. Tom Lanois, dames en heren. Maar ook een hartelijk applaus voor Oek de Jong, Jan-Paul Schutte en Micha Hamel. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze middag. Ik wil namens de organisatoren, voordat u een drankje gaat drinken en iedereen gaat feliciteren, wil ik namens de organisatoren het Nederlands Letterenfonds, de Jan Kampert Stichting en Writers Unlimited willen wij iedereen bedanken. Iedereen die deze middag heeft mogelijk gemaakt. De medewerkers, de programmamakers, adviseurs, bestuursleden, de juryleden, vertalers, fotografen, technici, vrijwilligers, partnerorganisaties, Letterkundig Museum, gemeente Den Haag, sponsors en niet te vergeten alle medewerkers van Theater aan het Spui. Voor allen een warm en welgemeend applaus. Nou, wij nodigen u graag uit in de foyer voor een drankje. Wij zien u hopelijk volgend jaar weer voor de 20e editie van Writers Unlimited. Wij zien u in de foyer. Dank u wel en een hele fijne middag nog.